Nee, we hebben niet echt een baas. Ja, ik laat het haar denken, maar eigenlijk ben ik de baas. Ja. Ik denk dat zij mij een tikkeltje eigenwijs vindt. ik wil nog wel eens heel koppig zijn. Ik kan misschien af en toe iets te lang bij mijn eigen fouten blijven hangen. En terwijl ik dat gewoon snel moet vergeten en aan de volgende bal moet denken. Ik ben heel impulsief. Ik doe soms wel eens domme acties. Maar ik denk dat ze me wel heel lief vindt. Dat ze ook wel heel blij is dat ze met mij mag spelen. Ja, gezellig. Nooit saai. Beleeft altijd wel wat. Als je ze al erbij hebt. Nooit ruzie? Ja, wel eens. Dat hoort erbij. Maar we hebben vaak wel nooit snel uitpraten. En dan zijn we het ook allebei weer kwijt. Dus dat is mooi. Je hebt teams waarbij het gewoon goed klikt. En teams waarbij het heel goed klikt. En ik denk dat het bij ons gewoon buiten het veld op goed klikt. We kunnen het echt goed vinden. En dat is niks mis mee. Een wereldje waarin alles vrij. Het is niet zo strak geregeld als in de zaal, wel qua organisatie, maar de teams hebben zelf heel veel verantwoordelijkheid. Dus het komt eigenlijk heel veel op spelers zelf aan en de begeleiding is, je bestaat uit een coach, een fysio, maar je moet zelf je kleren wassen. Dus het is allemaal wat verantwoordelijker, denk ik. Het is echt een topsport en iedereen heeft ook echt een topsport mentaliteit, dus het is niet, het is geen vakantie vieren. De komende 2 jaar gaan heel belangrijk worden. En ik denk dat alles daarvoor moet wijken, zodat wij een goede voorbereiding hebben voor Londen. Kijk, elk toernooi is een voorbereiding om wat we uiteindelijk willen bereiken. En het EK is dan misschien geen wereldtoernooi, maar het is wel voor Nederlands begrippen is het gewoon een heel groot, goed georganiseerd toernooi. En ja, onze sponsors zijn hier ook en wij willen hier ook staan en we willen hier het goed doen. En ook voor ons eigen publiek, voor onze familie en vrienden, laten zien waar we nou de hele jaar door mee bezig zijn. Dus het is niet zomaar een toernooitje, nee. En we zien straks weer de snijden op onze Roos van Hoeken, Jan-Tief van der Vlis, Marjol Toccaro, Sanne Geijzer en Brian van Diesel. Ik woon hier nu 2,5 jaar en het begint te komen. Gouden gozer broodje aan met ui. Nee, ik vind het niet zo heel mooi. Een beetje richting Rotterdamse als wij dat proberen, denk ik. Ja. Oh ja, joh.